hectisch, wel heel gaaf. En super leerzaam natuurlijk. Goedemorgen, studentenservice. Je spreekt met Esmee. We hebben vanochtend een paar telefoontjes binnengekregen van studenten. Die zeiden, ja, ik ben uitgeschreven of ik heb een melding gekregen dat er bij mij collegegeld dubbel wordt afgeschreven. Wat moet ik doen? Het is fantastisch om weer van start te zijn. Het is groter dan ooit tevoren, deze Ozon. Dus er doen uiteindelijk zo'n 70 instellingen die spelen mee. Het is echt het hele onderzoeks- en onderwijsveld in Nederland. We zien heel veel berichten langskomen op zowel Twitter als Instagram van studenten die aangeven een bericht van StudieLink ontvangen te hebben. Eerste signalen wijzen erop dat het bericht niet echt afkomstig is vanuit onze systemen. Veel meer informatie heb ik momenteel niet, maar daar gaan we hopelijk wel heel snel achter komen. Elke 20 minuten wordt er een piñata digitaal kapotgeslagen en daar komt dan een kwetsbaarheid uit. En daar moeten dan al die instellingen mee gaan dealen. Het is best spannend. Ik heb al wel eerder crisisoefeningen gedaan en ook echte crisissen meegemaakt. Maar nog nooit een digitale crisis. Ik denk dat het heel goed is dat mensen zich bewust zijn dat dit soort crisissen voorkomen. En dat het goed is dat we al die procedures op deze manier een keer testen. Doordat je met zoveel instellingen meedoet, kun je ook heel veel van elkaar leren. Je ziet ook dat veel instellingen elke keer weer meedoen en dan ook elke keer weer beter kunnen anticiperen op zo'n crisis. Maar we proberen het er ook altijd extra moeilijk te maken. Het schijnt dat jullie worden gehackt. Kunt u dit bevestigen? Daar kan ik je geen antwoord op geven. Daarvoor wil ik je graag even doorverwijzen naar de persvoorlichter. Het is heel druk. Ik in mijn rol ben heel veel aan het rennen tussen verschillende overleggen. Ik heb journalisten die bellen. Er gebeurt van alles op social media waar we op moeten monitoren. Je traint weer de reflexen die je nodig hebt voor als het echt is. Aan de andere kant, je komt ook dingen tegen waar je achteraf misschien van zegt, nou, dat had slimmer of beter gekund. En je weet ook weer binnen je eigen organisatie en binnen de sector te vinden wie je nodig hebt op zo'n moment. Dus je houdt jezelf scherp, plus het wordt iets meer routine. De volgende keer dat het echt zou gebeuren, ben je niet helemaal van je apropos.